Oké. Nou, wat gaan we als laatste doen? Ga ik je nog laten zien hoe je dit minuutje zo kan laten tappen. En als bonus, die hoef je dus niet te kijken, maar als je daar interesse naar hebt, laat ik nog zien hoe je dit minuutje zo kan maken. Goed, laten we beginnen bij deze, het verplichte onderdeel, het minuutje. Of ik bedoel het bestelde minuutje. Oké, nou hier hebben we de oranje versie. Wat ik nu ga doen is, dan moet mijn hele homepage af zijn, zeg maar. Dus ik, perfectionist dat ik ben, ga ik deze ook nog even zo neerzetten. Zo. Wat je nu trouwens ziet is dat ik het tussen een documenten switch, zeg maar. Hè. Dat kan bij Windows, als je meerdere documenten open hebt staan. Of bij command en dan die toets links van de Z kan je dat doen. Nou ja, goed, jullie hebben nu maar één document open als het goed is. Oké. Als je dan helemaal klaar hebt, dan... Ach, verdikkie, deze moet ik hebben. Dan kan je deze kopiëren door op de naam te klikken, command C te doen en dan command V. En dan zet hij gewoon de pagina er nog een keer naast. Nou, dan wil ik hem iets naar rechts hebben. En dan... Nou, de naam verander ik even zo naar accommodaties. Zo. En dan ga ik aanpassen wat ik anders wil zien als ik op dat tapje druk van accommodaties. Dus, deze maken we, daar klik ik op I en dan deze kleur. En hier klik ik op I en dan de oranje kleur. Even kijken, heb ik dan alles? Ja, dat is het. Nou, dan gaan we het knopje maken. Dan druk ik op dit knopje. En als ik dit allemaal knop wil maken, dan moet ik even die allemaal selecteren. En dan even command G doen, dat is een groep. Moet ik hem even naar achteren doen, zo. En dan ga je, als je dat allemaal gedaan hebt, naar prototype. En dan kan ik dit hele knopje linken aan deze pagina. En dan kan ik eventueel nog zeggen, hoe wil ik dat dat gebeurt? Dissolve. En dissolve, dat ken je ook van Premiere als het goed is. Een bepaalde overgang. Hoe lang wil je dat die overgang duurt? Helemaal prima. Ik ga er niks aan veranderen. En als ik nu play doe. Of nee, dit tapje. Sorry, dan moet ik het tapje natuurlijk ook terug doen. Dus daar moet je eigenlijk bij design dan eerst even een groep van maken. Anders klik je volgens mij alleen op de achtergrond. Die doe ik even zo. Hup. En dan ga ik weer naar prototype. En dan ga ik die, kan ik helemaal linken weer aan deze pagina. En dan doe ik play. En dan werkt het. En dan ziet het er gewoon uit alsof ik op een tapje druk. En dat het werkt. Nou, dat was de hele website. Wil je als bonus ook nog even zien hoe ik een minuutje maak, dan mag je blijven kijken. En anders kan je bezig met je eigen website, je eigen project. Dit is wat ik je ga laten zien. Als bonus, als je dat wil. Hoe je op een menuknopje zo kan drukken. En dan een menu kan maken. En het lijkt heel erg veel op wat ik net deed. Dus ga ik weer even dit document laten zien. Ik maak een nieuwe document. Dus ik ga even mijn design weer toe. Pak artboard. En even kijken als ik klik. Ja, dan krijg ik de goede. Dus gewoon één keer ergens klikken. Oh, sorry. Dan heb ik gewoon een nieuw artboard in het goede formaat. En dan heb ik gewoon het hele scherm. Dat wil ik ook. Dus die kan ik weer een naam geven. Hoofdmenu. Even kijken. Wat moet ik dan verder doen? Even kijken. Wat zie je ook weer allemaal? Ja, de header en zo. Die moet ook. En dan gewoon het menutje. Oké. Dus wat ik heb gedaan is. Dan heb ik gewoon deze kleur. Allereerst op de achtergrond gedaan. Zo. En ik heb de header, zeg maar. Even kijken. Die pak ik vast, zo, die selecteer ik. Command C, ga ik naar dit artboard en doe ik command V. En nou, die zwarte kleur, die mag weg. En het hamburgermenuutje, dat wordt een kruisje. Dus daar haal ik dan één zo'n dingetje. Een paar keer dubbel klikken, haal ik één zo'n dingetje weg. En dan zet ik ze schuin. Dus even kijken, omdraaien. Ietsje langer maken. Command C, command V. En die draai ik. Ik hou shift in.
En dan heb ik een kruis. Zo. Hoppatee. Nou, dan kan ik hem verder gaan vormgeven. Dus ik had bijvoorbeeld een paasvak gemaakt. Zo. Veel paas naar de achterkant. En dan ging ik weer met die pijltjes. Zo. Nou, die mag wel wat groter. Dubbelklik op het pijltje. Zo. Die maak ik dan wit. En dan ga ik zeg maar tekst toevoegen van het menutje. Zo. Nou, die kan je gaan typen. Ik heb hem hier even zo. Hup. En die zet ik natuurlijk in vormgeving zoals dat je hem wil. Dus ik wil hem bijvoorbeeld wat dikker. En wat groter nog. En wat ook heel handig is, ik wil de ruimte tussen mijn knopjes wat meer hebben. Dan kan ik doen met Alt of Option, pijltje naar beneden als het goed is. Nee, niet goed. Dat kan niet. Oh, dat is balen, dat kan in andere software wel. Nou, dan moet ik het hier doen, hier zo. Hier kan ik dan typen 40. Dus hier zie je, dit betekent de regelhoogte. Line spacing. Nou, dit pijltje wil ik, ik wil de tekst natuurlijk wit hebben. Zo. Dit pijltje wil ik vaker bij elk knopje hebben. Dus die zet ik dan in het midden van één zo'n knopje. En dan doe ik de repeat grid. Super handig. Daarmee kan ik zo naar beneden trekken. En dan heb ik hem heel vaak opnieuw. Zo. En nou, dan moet ik natuurlijk iets meer regelhoogte nog. Je kunt ook waarschijnlijk wel de ruimte tussen die dingen veranderen. Maar daar heb ik zo nog niet naar gekeken trouwens. Repeat grid, zo. Nou, en dat kun je dan... dan heb je een minuutje. En dan had ik bijvoorbeeld nog een beetje heel speels. Hebben zij dan zo... kijk, een paar van die vlekken zo. Hup, pak gewoon met de pen. Ga je gewoon een beetje tekenen. Doe je weer I, klik je op het pasen, klik je op fill en dan doe je het puntje iets naar beneden. Zo, randje uitzetten, command shift blokhaak, command blokhaak naar voren en dan heb je een minuutje gemaakt. Nou, dan is het alleen nog prototypen, dus dan ga je naar de menuknop. Oh, verdorie, heb ik daar nu ook een kruis van gemaakt. Wat stom. Nou ja, maakt het uit. Ik ga het nu even gewoon zo doen. Hup, hier naartoe, linken. En deze moet je dan weer hier naartoe linken. Play. En dan. Dan moet het werken. Even kijken hoor. Waarom werkt het niet? Misschien moet hij wat lager naar voren of zo. Play. Ja, nou doet hij het. Zo. Zo kan ik dus heen en weer. En dat is de hele fun. Even kijken als ik zo doe. Dat is niet helemaal wat je wil. Nou ja, goed zo. Zo kun je een minuutje maken. Dus dat is... dat was even bonus. En ja, zo kun je heel gemakkelijk, zoals je ziet, heel mooie dingen prototypen. En heel mooi een website maken. En als je uiteindelijk klaar bent, dan kan je bij Play, dan kun je hier bijvoorbeeld een filmpje opnemen rechtsboven. En dat kun je laten zien aan jouw klant. Of je kan het op je telefoon zetten. Of je kan het sharen met iemand, delen. En dat is hoe XD werkt. Dus ik hoop dat je nu door deze video's echt een mooie basics hebt geleerd waarmee je aan de slag kan. En dat je nu mooi zelf een website kan maken. Dan wens ik je heel veel succes bij.